Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Vandaag spelen we Cranked, we spelen Call of Duty Ghosts, we spelen met de AK-12 met Muscle Break en Grip erop. En ik heb de Specialist aanstaan en we gaan kijken of we een goede score kunnen gaan neerzetten. Dus kom maar op. Map Fry is natuurlijk wel een lekker chill mapje. En by the way, op de 1250 likes op deze video ga ik voortaan als ik Crank speel altijd twee potjes achter elkaar opnemen en uploaden voor jullie. Dus vergeet hem sowieso niet te liken, mocht je tussen de twee games achter elkaar willen zien. En ik moet reloaden. En ik ben nog niet cranked, dus dat duurt wel eventjes. Dus hier eroverheen. Als je cranked wordt, dan krijg je natuurlijk Sleight of Hand, krijg je Stalker, krijg je Quick Draw, krijg je Agility, krijg je Marathon, krijg je al dat soort perks. Dus daarom moet je gewoon zo snel mogelijk eventjes cranked worden. Zodat je gewoon sneller kan rondlopen, sneller kan reloaden, sneller ingezoomd door de map kan lopen, et cetera, et cetera. Maar ik heb geen flow idee waar alle enemies zitten. Oh shit, teammate, teammate, teammate. Er staan er die twee. Teammate, let's go teammate, let's go teammate. Kom op teammate, doe je ding. Doe je ding, loop achter me aan. Oh shit, kijk uit teammate. Goed zo teammate, maar niet eens, want je bent dood gegaan. Achter ons, achter ons, achter ons, achter ons. Het is hier intensief man, waar ik nu loop. Kom maar. Goed zo jongen, die vent hoorde ik al lopen. Dus dan kon ik mooi even door zijn pisvlekje heen knallen. En nu heb ik geen flauw idee meer waar ze zitten. Wacht, ik ga hier naar buiten. Heb je hem teammate? Goed zo. Ik hoorde hem al lopen, maar mijn teammateje heeft hem gepakt. Crank is natuurlijk een game, want het gaat heel erg snel voorbij. Dus je moet gewoon proberen zo snel mogelijk rond te gaan lopen, zoveel mogelijk kills te pakken. Wat heel erg moeilijk is, helemaal als ze staan te campen. Dus dankjewel enemy. Het is niet zo leuk altijd, maar we spelen wel tegen goede mensen, by the way. Alleen, natuurlijk ligt het aan in wat voor team jij zit, in wat voor team de enemies zitten. Of ze nou echt goed gaan, of natuurlijk slecht gaan. En defense staat te campen, jongen. Oh, weg hier, omlopen. Het kost weer allemaal tijd. Er zit pokje er veel te snel voorbij op. Ik kon er niet op afrennen, omdat die camper daar natuurlijk zit. Ik weet niet waar die zit, maar hij zit daar ergens. Waar zit die vent? Oh ja, hij zit hieronder, kijk daar. Jammer jongen, niet gaan campen in mijn game. Dat vind ik niet zo fijn. En hier komt er nog eentje onderdoor als het goed is. Ik heb geen flauw idee waar die nou weer zit. Oh, daar. Hallo, doei doei. Hoppatee, die is ook dood. Nu moeten we snel doorgaan om zoveel mogelijk kills hierover te pakken. Want we willen natuurlijk veel kills krijgen. Dan zie je er weer overheen. En dan doorrennen. Let's go, zit er hierin bovenop. 3, 2, 1. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Laat je kopje zien. Dankjewel. En door, door, door. Daar is mijn hardline ook binnen. Halen we heel snel. I see you ook als perk erbij. En kut, er komt er nu een achter me aan. Kut, 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 kut. Snel weggerend daar. Zit er hier een. Jou zag ik, jammer. En daar zie ik er nog een. Oh shit, nog een naast me. Oh, oh. Holy shit. Oh, dat was intensief, gek. Dit is zo intensief, Crank. Maar oh, oh, oh. Het gaat zo snel voorbij. Dat vind ik zo onwijs jammer gewoon. Het moet veel langer duren, man. Zo'n potje. Maak het gewoon 5000 punten of zo, man. Dan kan je gewoon de hele dag één map spelen. Dan hoef je ook niet van map te verwisselen. Dan kan je gewoon de hele dag lekker fried spelen. In één potje kan je 10.000 kills halen. Huppatee, wat wil je nog meer? En hier staat er weer eentje boven natuurlijk. En onder. Maar boven ook één hier. Oh, die is naar beneden gesprongen. Die is naar beneden gesprongen. Ik zie het al. Ik zag het al, mijn minimap. En shit, die zit hier. Volgens mij. Ja, daar zit je. Jammer, jongen. Daar is mijn hardline ook weer. Komt er iedereen binnen als het goed is? Hallo? Hij zit op het spoor daar. Ik zie het op mijn minimap. Ja, daar kom je aan, hè, maat. Oh shit. Ik blijf er even in de deuropening staan. Want daar heb je een mooie, mooie line of sight. Dus één prachtige line of sight naar die kant. Daar staan ze ook altijd te campen. Dus ga gewoon in die deuropening staan. Kan je ten eerste, als je geraakt wordt, eventjes opzij rennen. En kan je ten tweede gewoon helemaal naar die andere kant van de map richten. Wat echt dus heel erg handig is. Naar mijn mening. Maar nu ben ik ze kwijt, jongens. Waar zitten jullie? Shit, mijn tijd gaat op. Mijn tijd gaat op. Oh my god, mijn tijd gaat op. Nee, mijn tijd. Oh my god, hij ligt daar. Hij ligt er in de oven. Hij lag in de oven. Wat? Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar, gek? Holy shit. Prachtige campspot. Prachtig gewoon. Oh mijn god, ik ga die vent killen. Ik zweer het je. Hij ligt in de oven, man. Kijk. Oh, nu staat hij erboven. Kutzooi. Dat is niet leuk, man, van die vent. Die staat er echt hard te campen. Dus daarom moet hij nu ook dood. Enemies hebben een orakeltje in de lucht hangen. Dat zou helemaal niet fijn. En hij loopt nu boven, man. Hij zit er echt kaart te campen, die vent. Ik wil hem zo graag killen, maar hij heeft een orakel. Zal ik het doen? Ik ga het doen, ik ga het doen, ik ga het doen. Waar zit je, waar zit je, waar zit je? Hier zit je. Met z'n tweeën, kut, ze hebben vestjes, kut. Kut vestjes, oprotten man. Scheid camper, die voor je. En die voor jou ook, jongen. Ik heb zijn campspot overgenomen. Lekker gedaan, teammate. Lekker opgelet weer. Manieus. En nu doorrennen. Het potje zit er bijna op. Nog 3 kills moeten er worden gemaakt. En dan hebben wij gewoon alweer gewonnen. Draai je om, draai je om, draai je om. Hij loopt daar, die vent. Ik kan nog 13 kogels even snel reloaden, want het gaat heel snel. Komt hij aan? Ik hoorde je. En nog 1 kill en dan zit het pokje erop. Rennen, rennen, rennen. Hij zit hier. Oh, ah, het pokje zit erop. Let's go, mensen. Cranked is zo'n intensieve, zo'n leuke game. De enemies waren wel geracequit. Dus daardoor zat er op de helft of zo even geen tempo meer in. Maar goed, mochten jullie 2 games achter elkaar willen zien van deze game mode, geef dan een duimpje omhoog. 1250 likes is elke keer als ik Cranked speel 2 games
op mijn kanaal in een live complete. Dus tot de volgende keer maar weer. Vergeet hem niet te liken. IJzerkoren 24 om 3. En bye bye mensen.